voor die video. Voel mijn oorbellen precies. Maar hij zit veel te strak. Ja, niks zwaar. Hallo allemaal, welkom terug in een nieuwe video. Ik heb een tijdje geleden echt zoiets stoms gedaan eigenlijk. Ik wou dus al heel lang bij AliExpress bestellen en de reden hiervan was ook om hier een video van te maken. Dus een unboxing video van AliExpress. Ik had dat dus gedaan, zo naar gelang dan de pakjes toekwamen, had ik dus elke keer gefilmd. Dus zo korte filmpjes en ik dacht ik ga dat bijeen gooien. Dat leek mij een goed idee en dat zou het ook geweest zijn. Moest ik de beelden niet gewist hebben? Ik heb dus de beelden gewist zonder dat ik het weet. Ik denk dat ik die gewoon op mijn camera heb gewist. Want ik vind niks terug op mijn aparte schijf van mijn pc. Ook op mijn camera stonden superveel video's op, maar niet die van AliExpress. En ja, ik vind het dan ook stom om nog een unboxing video te maken van dingen dat ik eigenlijk al even heb, toch al een maand ongeveer. Dat is dan ook niet echt meer een unboxing. Want in die video deed ik dus de pakjes open en wist ik totaal niet wat erin zat. Maar ja, dat heb ik dus nu wel al. Maar ik dacht, ik ga toch nog een video rondom AliExpress maken. Ik ga een beetje mijn aanraders tonen. Dus producten dat ik echt nu aanraad. Dat is wel een voordeel. Ik heb alles goed kunnen testen, aandoen. En afraders dat echt een teleurstelling zijn. Ik heb er gelukkig maar twee. Maar ja, allee, ja, die ene is niet echt een afrader. Maar ik ga jullie vertellen waarom. Dus als jullie benieuwd zijn naar deze video, kijk snel verder. En vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Ondertussen heb ik hier alles bij mij. En laten we maar beginnen bij de aanraders. En als eerste zijn dat deze nylonkousjes. Het zijn echt hele goede nylonkousen. Kijk, ze zijn echt stevig. Die zijn een beetje doorkijkbaar. Of ja, hoe dat je het ook wil noemen. Je kunt er doorkijken. En dus zijn die niet zo dik. Dus ideaal voor eigenlijk... Ja, nu is het misschien al wat te warm. Maar ik vind het wel nog leuk om deze te dragen. Dus voor volgend jaar bijvoorbeeld dan. Die vind ik echt heel fijn. En die heb ik gezien bij het kanaal Make Me Blush. Ik zal dat hier ergens in beeld zetten. Bij Make Me Blush. Zij had die tip gegeven. En ik heb er nog een paar. En die lijken op één, maar die zijn toch iets dikker. Kijk, je ziet het misschien niet goed op beeld, maar die zijn iets dikker. Ja, zo zie je het ook niet goed, maar iets donkerder. En wat ik zo fijn vind, is de onderkant, dat is zo echt een voetje. En dat hebben ze bij ons niet. Het is wel een klein voetje. Ja, het zijn Aziatische voeten. Gelukkig heb ik wel niet zo grote voeten. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je grote voeten hebt. Ik weet niet of dat dan gaat. Misschien moet je het dan iets beter eraan trekken of zo, dat beter aansluit dan aan je voeten. Maar ja, dat vind ik echt wel een aanrader. De prijs weet ik niet meer. Maar als ik nog een linkje vind van deze nylonkousen, zal ik ze zeker hieronder linken. Ik denk wel niet dat het duurder was dan 5 euro. Dus dat valt goed mee. Zo. Dan het volgende wat ik echt wel een aanrader vind. En ik heb er nog, maar ik vind die nu even niet. Ik heb het over de scrunchies. De scrunchies van AliExpress. AliExpress, sorry. En ja, ik heb deze in verschillende kleurtjes. Heb er nog. Maar zoals ik zei, meestal, dat is gelijk mijn haarrekkers. Ik smijt dat ergens en ik vind dat dan al meer terug. Dat is typisch mij eigenlijk. Dus ja, ik vind die echt heel fijn. En verschillende kleurtjes vind ik altijd super leuk. En die zijn niet eens meer dan 1 euro. Dus je moet eigenlijk gewoon een keer zoeken op scrunchies. Of scrunchies met print of zo. Of scrunchies pastel, als je deze wilt tegenkomen. Dus, maar kijk, als ik een linkje vind, zal ik het hieronder erin zetten. Want ik heb al voor gehad, ik wou terug iets opzoeken en die link was verdwenen of zo. Of die koper verkocht dan niet meer. Dus dat is wel raar. Ik kreeg deze week ook nog scrunchies binnen. Dus ik heb er nog gekregen. Deze vind ik alvast super tof. Met bolletjes, rode met bolletjes. Dan rode met streepjes. En blauwe ook met streepjes. En ik heb deze vandaag al aan gehad. En ze voelen echt heel stevig aan. En dat voor maar een paar cent. Dus dat is echt super. Dan iets waar ik super, maar echt super tevreden over ben. Echt, ik had dat stiekem niet verwacht van AliExpress. Maar ik ben echt fan. Ik heb weer al wat van die dingen in mijn winkelmandje geplaatst.
Kijk, ik ga het jullie tonen waarover ik het heb. Ik heb het ook aan. En nee, het is niet dit, maar het zijn oorbelletjes. Ik heb nu deze sterretjes aan. En jullie hebben ook al wel vaak gezien in mijn video's dat ik zulke oorbellen aan heb. Maar niet deze, maar deze. Deze hartjes. Die heb ik echt al bijna in elke, alleen niet in elke video, maar toch in veel video's heb ik die aangedaan. En die zijn echt super mooi. Heel leuk. En ik heb nog oorbellen besteld. Onlangs heb ik deze toegestuurd gekregen van AliExpress. Dus daarom dat ik deze even in deze video verwerk. Maar ik heb dus deze een weekje geleden ongeveer toegestuurd gekregen. Die zijn echt super mooi. En ik heb ook nog een ander modelletje. Oei, ik heb er hier maar... Ja, ik heb ze alle twee. En die heb ik al aangedaan. Het zijn dezelfde, maar met een paars strikje. Pastelstrikje. En we hebben nog meer. En ik heb het echt gedaan om de bijzondere oorbelletjes. Zulke. Die vind ik ook al heel bijzonder. Maar deze kleintjes doe ik graag aan om te werken. Omdat ik geen grote oorbellen mag aandoen bij de kindjes. Ik hoop dat jullie die goed kunnen zien. Het zijn zo met bloemetjes. Heel mooi afgewerkt. En ik heb die in verschillende kleurtjes en soorten. Ik heb ook deze. Met groen zo. Groen en roze. Het wordt hier een video vol met oorbellen precies. Die vind ik echt heel mooi ook. Echt tot in detail afgewerkt. En ik heb die echt al een paar keer aangedaan. En die blijven mooi. En de oorbelletjes zijn echt niet duurder dan een euro. Met bloemen erop. En hier zitten nog een paar in een plasticje. Die zijn ietsje groter. Maar echt super mooi. Die ga ik nog even hierin. Het is nog niet gedaan. Ik heb er nog. Zulke vind je vaak op AliExpress van die... Ja, we noemden dat van die verschillende oorbellen. En hier bij ons kunnen ze er echt 5 euro voor vragen. En daar misschien 80 cent voor dit kartonnetje. Zoals je ziet ontbreken er een paar. En de reden waarom dat ik die besteld had, was vooral voor deze. Echt hele mooie oorbelletjes. Kijk deze. Kijk, en die blinken ook zo mooi. Super mooi. En ook in blauw. Die vind ik toch nog iets schoner. Kijk hoe mooi. Super mooi. Voilà ze. Ik denk dat dat al de oorbellen waren dat ik jullie wil tonen. Dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik de bestelling had gedaan. Nu ja, niet een van de voornaamste redenen, want die komt straks. Die ga ik jullie zobiet vertellen. En dan heb ik nog één item dat ik echt wel heel mooi vind. En dat ik echt aanraad om te bestellen. En dat is deze. Niet de gsm natuurlijk, maar de case. Kijk hoe mooi. Mijn gsm is echt heel mooi beschermd hier. Als die valt, is dat echt hier mooi beschermd. Hier heel mooi het appeltje en een mooie marmeren print. Hier, en je krijgt het er ook goed af, dus dat vind ik ook wel een voordeel. En hij is al een keer gevallen, niet zo van hoog, maar van mijn bed denk ik. Dat is nu misschien niet zo erg. Maar je zag echt, als die viel, was dat echt gewoon hierop. En ja, er was ook niks aan, gelukkig maar. En ja, ik vind het echt een heel mooi hoesje. Mijn mama heeft ook een hoesje en zij is daar ook echt content over. Dus normaal komt er nog een hoesje aan, maar we gaan zien. Want nu met die coronacrisis is dat heel moeilijk om alles te ontvangen. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Maar dus dat was mijn... laatste aanrader. Helaas, ik had nog iets besteld en daarvoor had ik de bestelling gedaan. Ik zal het hier even in beeld brengen, hier zo. En dat is die prachtige jas waarover ik het had op mijn Instagram. De jas met de verschillende pastelkleuren, die hebben ze nog eens proberen verzenden. Ik hoop dat het nu deze keer lukt. Het staat nog 23 dagen. Ze zeggen dat hij in België is, maar ik begrijp niet waarom dat hij dan toch niet tot bij mij geraakt. Dat vind ik echt super jammer, dus... Het zal nog even afwachten worden, maar ik denk dat ik nog een keer een bericht ga sturen. Want het is toch niet normaal als ze zeggen het is in België. Maar ik heb het na 3 weken nog niet ontvangen. Dus ja, dat wil ik wel met geld terug. Want dat was wel 22 euro voor die jas. Wat dan niet zoveel is voor een jas. Maar
toch, ja, en ik vind hem zo mooi. En als het dan super warm is, om dan nog die jas te dragen, ja, dat is wel een beetje te warm. Dan moet ik hem houden voor volgend jaar. Maar dan kan er weer een nieuwe trend zijn. Dan heb ik nog twee items dat ik even wil tonen. Als eerste een t-shirt. Op zich zou je denken, oh, het is een leuk t-shirt. Ik vind het een leuk t-shirt. Maar allereerst de maten. Dat ik misschien wel al kunnen verwachten, maar dat is een medium. En het is precies een kindert-shirt. Hij past mij wel, maar hij zit veel te strak. Want het is namelijk zo'n stretchy zweetstof, goedkope marktzweetstof. Niks tegen mensen dat kleren op de markt verkopen. Maar het is zo van die stof dat je echt, ja, dat de goedkoop ervan afstraalt. Ik vind het wel jammer. Kijk, dat is de print. Maar ja, langs de ene kant denk ik ook, ik kan hem eigenlijk wel als pyjama shirt gebruiken. Want op de foto zag hij er echt uit alsof hij zo'n casual look kon maken met die t-shirt. Maar nu dat ik hem zie, zou ik dat eigenlijk echt niet willen dragen op straat. Ik zou dat wel willen dragen als pyjama, daarvoor vind ik hem wel tof. Maar nee, helaas. Dat is een beetje een teleurstelling, maar ja, ik moest misschien een beetje gekeken hebben ook naar de maten. En de kleuren komen ook niet zo mooi overeen. Kijk, als je hier goed ziet in dat blikje, zit gelijk zo rode verf of zo. Allee, of een rode kleur over, rode waas over. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik vind dat echt niet mooi. En dan hebben we nog één item, dat zit zelfs nog in zijn verpakking. En dat is echt een teleurstelling. Echt een afrader. En dat is deze. Ik zal nu zeggen, ja, wat is dat? Dat is een handtas. En op de foto stond dat echt mega mooi. En in het echt, kijk. Dat is de binnenkant. Niet eens goed afgewerkt. Normaal ben ik echt niet zo moeilijk. En dat, kijk, dat is zo, ja, zo los. En dat heeft zo, ja, dat is eigenlijk voor mij een kinderhandtas. Dus voor mij, ja, ik weet niet wat dat eigenlijk het doel is. Kijk, dat is het handtasje. Kijk, dat is echt, ik heb echt mini handtassen. Waar dan die echt stevig aanvoelen. Maar deze, dat is echt niks waar. Kijk, dat is, ja, hoe dat op de foto afgebeeld staat. Als ik die foto nog vind, zal ik dat hier ergens in beeld brengen. Is dat echt wel een teleurstelling. Ja, ik kan niet veel verwachten natuurlijk. Maar zo op beeld zien we het er nog redelijk uit. Maar het is eigenlijk zo'n, ja, niks waard. Ik weet niet, ik kan dat zo, kijk, ik kan dat zo oprollen. Voilà, handig om mee te nemen, zou ik zeggen. Maar nee, helaas. Ik heb er denk ik 3 euro aan gegeven. Dus op zich vind ik het niet zo erg. Lastig. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden van mijn aanraders en mijn afraders van AliExpress. Ik ga wel zeker nog eens een bestelling doen. Ik denk wel heel binnenkort dat ik toch wel een keer echt een unboxing kan doen. Want ik vind het nu wel jammer, maar ik heb er toch nog een soort video van kunnen maken. Dus als jullie deze video tof vonden, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende video. Dadah!